party time. Het is eigenlijk een activiteit georganiseerd door de activiteitencommissie van de VV Buurse. En elk jaar proberen we gewoon weer wat nieuws te doen. En de Winterspelen is een eerste editie. En het zijn eigenlijk allemaal spelletjes die een kleine kanttekening hebben met wintersport, met après-ski. En dat zijn gewoon kleine, simpele spelletjes die niet al te veel geld kosten, maar gewoon iedereen heel veel lol aan heeft. Nou, we hebben voor het eerste jaar hebben we 11 teams. En een team bestond gemiddeld uit 6-7 mensen. En daarnaast was er ook nog wel redelijk wat bekijks. Dus al met al denk ik dat we een mannetje of 110 toch wel hebben gehad tijdens de spelen. En nu langzaamaan begint het ietsjes rustiger te worden in de apres-ski-tent. Maar ja, dat hoort erbij. Als je vroeg begint, dan ga je ook op tijd naar huis. Was het een groot succes? Ja, wij vinden van wel. Sowieso de geluiden, iedereen is heel positief. Alleen voor ons is het natuurlijk ook wel belangrijk dat er wel wat geld verdiend wordt voor de voetbalvereniging. Dus dat laten we ook nog wel meer wegen in het succes. Dus er is wel geld opgehaald? Ja, zeker. Ik denk dat we dit volgend jaar weer gaan doen. Ja, heel leuk. Von Niki.